Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl. De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat: van Genesis tot Openbaring, van Kaft tot Kaft. Vandaag zijn we alweer toe aan de laatste uitzending over de tweede brief die de apostel Petrus geschreven heeft. In deze brief moedigt Petrus zijn lezers aan om stevig in het geloof te staan, ook al wordt dat op allerlei manieren aangevallen. Wij mogen ons oog blijven richten op het einddoel, op de grote terugkomst van de Heere. Ons leven vandaag mag in het teken staan van het besef dat de dag komt waarop we de Heere zullen ontmoeten. De vorige keer dachten we na over mensen die spotten met deze gedachte en niet willen aannemen dat de Heer terug zou komen. Zij vinden de bijbelse belofte over de toekomst onzin en zeggen dat je die anders moet interpreteren. Petrus schrijft ook over de reden waarom zij zo graag op hun eigen manier willen geloven: ze willen hun eigen zin doen, leven naar hun eigen begeerte en niet naar de geboden van God. Voor hen is de Heer geen levende God. Het is net als in de tijd van Noach. Maar ook dat voorbeeld nemen zij niet serieus. Ze willen niet geloven dat de aarde in de tijd van Noach werkelijk door een zondvloed getroffen is. En vervolgens richt Petrus zich weer op een vriendelijke toon tot de gelovigen, en hij herinnert ons eraan dat het uitstel van Gods oordeel alles te maken heeft met het geduld van God. Hij wil niet dat mensen verloren gaan en geeft nog tijd van genade. Het is nu nog mogelijk om gered te worden van het oordeel en vergeving van zonden te ontvangen. Dat betekent niet dat het oordeel niet zal komen, maar op dit moment wacht God nog en hij geeft mensen de gelegenheid om zich te bekeren. Het is een bewijs van zijn grote liefde voor mensen. De Heerde wil immers niets liever dan dat mensen zich tot hem omkeren en gered worden. We lezen verder vanaf 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 8. In de vorige uitzending wees de apostel Petrus zijn lezers erop dat hen bij al hun vragen over het uitblijven van de wederkomst van Christus één ding niet mag ontgaan. 2 Petrus 3 vers 8 Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Zij moeten niet over het hoofd zien dat God niet met menselijke tijd rekent. Voor de Heeren bestaat er geen enkel verschil tussen duizend jaar en één dag, wat bij ons mensen juist wel het geval is. 2 Petrus 3, vers 9. Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Ook in vers 9 richt Petrus zich tot gelovigen voor wie het uitblijven van de wederkomst van Christus een brandende vraag is. Er zijn er onder hen, die de Heer ervan verdenken dat Hij treuzelt met de vervulling van zijn belofte. In vers 9 spreekt Petrus dat met klem tegen: wat zij voor traagheid van de Here houden, is pure verdraagzaamheid van Godskant. Wat sommige treuzelen noemen, moet worden gezien als een bewijs van Gods grote geduld met mensen. Het is geen uiting van zwakheid, maar juist van kracht. De heer kan zijn belofte best vervullen, maar om zijn verdraagzaamheid naar verloren mensen doet hij dat niet. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De lange tijd van wachten. Is de tijd die de Heer ons mensen gunt om alsnog tot erkentenis van de waarheid te komen? Want de Heere wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen: er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven heeft gegeven. 2 Petrus 3, vers 10: De grote dag van de Heere. Komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen. En alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Aan de overwegingen in de versen 8 en 9 voegt Petrus er nog één toe. En die lezen we in vers 10. Ook al mag er, menselijk gedacht dan sprake zijn van een ernstige vertraging, toch zal de dag van de heren vast en zeker komen. Door het lange uitblijven van die dag is er bij een aantal gelovigen twijfel gerezen of God zijn belofte wel gaat vervullen. Maar, geeft Petrus aan, daar is geen enkele reden voor. Die zal net zo onverwacht komen als een dief in de nacht. De heer Jezus schrijft in Matthäus 24, vers 34 tot en met 36: Ik verzeker jullie, al deze dingen zullen gebeuren nog voordat deze generatie voorbij is. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. En verderop in vers 42 tot en met 44: Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik jullie heren kom. Door op wacht te staan kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis inbreken. Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als mensenzoon. In 1 Thessalonicense 5, vers 2 tot en met 9, schrijft de apostel Paulus: U weet immers dat de grote dag van de Here geheel onverwacht komt, als een dief in de nacht. Terwijl de mensen zeggen: 'Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief, want u bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij hebben niets te maken met de nacht en het donker. Daarom moeten wij altijd op onze hoede zijn en niet slapen zoals de anderen. Kijk naar die dag uit en blijf nuchter. In de nacht slapen de mensen en bedrinken dronkaars zich. Maar laten wij, die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het harnas van geloof en liefde, en met de helm van de hoop op het heil. Want God heeft ons niet bestemd om door Hem bestraft te worden, maar om gered te worden door ons Heer Jezus Christus. Ook Petrus wil met zijn woorden in het begin van vers 10 aangeven dat de dag van de Here heel onverwacht zal aanbreken, zonder dat iemand erop bedacht is. De uitdrukking de dag van de Here ontleent Petrus aan het spraakgebruik van het Oude Testament. Daarmee wil Petrus laten uitkomen dat de dag van de wederkomst van Christus tevens de dag van God de Here is. Waarop hij gericht zal houden. Dat gericht zal het karakter van een wereldbrand dragen. De hemel zal met een vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. De aarde zal bloot komen te liggen. Bij de elementen moeten we denken aan de elementen van het heelal, de sterrenhemel, inclusief zon, maan en planeten. Dan moeten we bij de woorden van 2 Petrus 3 aan de apocalyptische verschijnselen denken die de grote dag van de Here begeleiden. In Openbaring 6 vers 12 tot en met 17 lezen we: toen hij het lam, Jezus Christus, het zesde zegel verbrak, zag ik dat er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed. En de maan rood als bloed, de sterren vielen van de hemel op de aarde, als onrijpe vijgen die in een storm van de boom waaien. De hemel verdween als een stuk papier dat opgerold wordt, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen verstopten zich in holen en tussen de rotsen: koningen, regeringsleiders en generaals, rijken en sterken. Slaven en vrije. Zij schreeuwden naar de bergen en de rotsen. Val op ons, verberg ons voor de ogen van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. De grote dag van hun toorn is gekomen en niemand zal die overleven. De mensen en hun werken zullen door de Heer gevonden worden en door Hem worden beproefd en geoordeeld. 2 Petrus 3 vers 11 Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven? Aan zijn beschrijving van het oordeel op de grote dag van de Here verbindt Petrus in vers 11 en 12 een vermaning. Dit bij wijze van een soort conclusie. De apostel richt zich daarmee tot al zijn lezers en dat betekent ook tot ons. In vers 11 bindt hij hun op het hart dat het dichterbij komen van het oordeel van de Heere consequenties heeft voor de leefwijze van een gelovige. Petrus doet in vers 11 hetzelfde als Paulus in Romeinen 13. In het licht van het einde, als alles verteerd zal worden, roept Petrus zijn lezers op tot een heilige levenswandel en een zuiver leven. In de bijzin waarmee de apostel begint, geeft hij de reden van zijn oproep aan. Omdat alles verteerd zal worden. Met het woordje Alles grijpt Petrus terug op de zaken die hij in het vorige vers heeft genoemd. Zoals de hemel, de elementen, de aarde en de werken van de mensen. Het zal allemaal op de dag van het gericht ten onder gaan. Dat vooruitzicht brengt voor alle gelovigen. En in alle opzichten de noodzaak mee van een heilig en zuiver leven. 2 Peter 3, vers 12. U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door vlammen smelten. In vers 12 vervolgt Peter zijn vermaning uit vers 11. De apostel roept de gelovigen op vol verwachting naar de komst van de grote dag van de Heere uit te zien. Op die manier verduidelijkt Petrus zijn vermaning uit het vorige vers om in het licht van de wederkomst van Christus heilig en zuiver te leven. Dat laatste houdt voor een gelovige ook in dat zij door een heilige levenswandel en een zuiver leven de komst van die dag bespoedigen. Deze gedachte was ook onder Joodse gelovigen bekend. Er is een joods gezegde met de woorden: Als de Joden ook maar één dag boete zouden doen, zou de zoon van David dadelijk komen. Met de woorden: U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Wijs Petrus de gelovigen erop dat de Heer Jezus eerder komt naarmate zij heiliger leven. Het doet denken aan de tweede bede uit het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen. Het veronderstelt dat gelovigen met dat gebed de komst van het koninkrijk dichterbij kunnen brengen. Het valt op dat Petrus in de Griekse tekst van vers 12 de grote dag van de Here uit vers 10 aanduidt als de dag van God. Het is de dag van Gods gericht. Want Petrus gebruikt opnieuw het beeld van een wereldbrand. Die dag is zo beslissend dat de mensen en hun werken door God gevonden zullen worden, als ook door Hem beproefd en geoordeeld. We lezen in 1 Corinthians 3, vers 13 tot en met 15: Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan, want de grote dag van de Heer komt met vuur. In het vuur blijft alleen over wat waardevol is. De rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Als uw werk verbrandt, zult u verlies lijden. U zult zelf gered worden, maar dan wel door het vuur heen. 2 Petrus 3 vers 13. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. In vers 12 drukt Petrus zijn lezers op het hart dat zij vol verwachting naar de komst van de grote dag van de Here moeten uitkijken. In vers 13 brengt hij nog eens kort en bondig onder woorden wat zij dan naar Gods belofte tegemoet mogen zien. Als inhoud van hun toekomstverwachting noemt hij in dit vers de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar alles goed en rechtvaardig zal zijn. Dat moeten zij onder alle spot van de dwaaleraars steeds voor ogen houden. De grote dag van de Heere zal niet alleen verwoesting en ondergang met zich meebrengen. Er zal ook sprake zijn van een volkomen nieuw worden van de hele kosmos. Al in het Oude Testament heeft God dat zijn volk in het vooruitzicht gesteld. In Jezaja 65, vers 17 zegt de Heer. Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo mooi dat niemand meer aan de Oude zal terugdenken. En tegen het volk Israël zegt de Heer in Jezaja 66, vers 22. Zo zeker als mijn nieuwe hemel en aarde zullen bestaan. Zo zeker zult u voor altijd mijn volk zijn, met een naam die nooit zal verdwijnen. Op deze belofte van de nieuwe hemel en aarde grijpt Petrus in vers 13 terug. Het Griekse woord voor nieuw is in het Nieuwe Testament de karakteristieke aanduiding voor het nieuwe en heel andere dat Gods toekomst in zich bergt, namelijk de nieuwe wijn, de nieuwe naam. Het nieuwe Lied, het nieuwe Jeruzalem. Door het oordeel heen zal er zich een totale vernieuwing van het heelal voltrekken. Met betrekking tot de aarde zal de vernieuwing daarin bestaan dat er gerechtigheid op de nieuwe aarde zal wonen. 2 Peter 3, vers 14. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Heer tevreden over u kan zijn als Hij komt. Met vers 14 begint een aantal vermaningen, waarmee de Apostel Petrus zijn brief besluit. Hij richt zich daarmee tot al zijn lezers, die Hij hier opnieuw aanspreekt als vrienden. De woorden, Terwijl u hierop wacht, wijs erop dat wat Petrus nu gaat zeggen, een gevolg is van het voorgaande. In vers 13 heeft de apostel de gelovigen voorgehouden wat de inhoud is van hun toekomstverwachting. Omdat zij een wereld verwachten waarop rechtvaardigheid woont. Daarom moeten zij hun best doen zo te leven dat er niets op hen is aan te merken. Zij zullen het tegendeel moeten zijn van de dwaaleraars. De laatst genoemde leef er immers maar op los. Zodoende verdienen zij de typering schandvlekken en smetten. Het tegenovergestelde van onbesmet en onberispelijk. Onbesmet en onberispelijk is in het boek vertaald met doe zo uw best dat er niets op u is aan te merken. De gelovigen moeten zich duidelijk onderscheiden van de dwaalleraars en afvalligen. Eens zal de Heer het leven van alle mensen oordelen. Dan zal blijken of zij door hem onbevlekt en onberispelijk bevonden zullen worden. Daarvoor zullen zij nu hun best moeten doen. Aan het slot van vers 14 voegt Petrus er nog aan toe... Houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij komt. Daarmee laat de apostel uitkomen dat het erom gaat eens helemaal aan Gods bedoelingen te beantwoorden. Het woord vrede heeft in vers 14 de betekenis van het Hebreeuwse shalom, dat betekent heil in de volle zin van het woord. 2 Peter 3 vers 15. En vergeet nooit waarom hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken, naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. Met de vermaning in vers 15 grijpt Petrus terug op vers 9. Daarin brengt hij met nadruk naar voren dat het uitblijven van de wederkomst van de Here Jezus niet als een treuzelen van de Here met zijn belofte mag worden uitgelegd, maar dat het een uiting is van zijn verdraagzaamheid en grote liefde voor mensen die hem nog niet kennen. In vers 15 bindt Petrus zijn lezers op het hart te bedenken dat in het geduld van God hun redding is gelegen. Het uitstel dat Hij in Zijn verdraagzaamheid geeft, moeten zij zien als een genade. Want daarmee geeft de Heer hen nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Voor Zijn vermaning uit dit vers beroept Petrus zich op Paulus. Hij noemt Hem hier onze geliefde broeder. Daarmee laat Petrus ook uitkomen dat de gebeurtenissen in Antiochië. U leest dat in Gelaten 2: geen kwaad bloed hebben gezet. Met de woorden Onze geliefde broeder maakt Petrus duidelijk dat ook Paulus een medediensknecht en apostel van Jezus Christus is. Door Paulus zo aan te duiden, geeft Petrus er blijk van het gezag van de apostel Paulus te erkennen. Paulus schreef volgens Petrus inderdaad naar de wijsheid die hem was gegeven. In de brieven van Paulus komen soortgelijke uitspraken als die van Petrus voor, met name ten aanzien van de liefde, het geduld en de trouw van God, als ook met betrekking tot een heilig leven met het oog op de wederkomst van de heer Jezus. 2 Petrus 3, vers 16. Sommige dingen die hij zegt zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Wat voor bepaalde domme en wispelturige mensen een aanleiding is er een verkeerde draai aan te geven. Dat doen zij niet alleen met de brieven van Paulus, maar ook met de andere boeken en zij bewerken daarmee hun eigen ondergang. Dat Petrus bij zijn beroep op Paulus. Niet alleen denkt aan een brief die zijn lezers mogelijk van laatst genoemde zouden hebben ontvangen, blijkt uit vers 16. In vers 16 wijst Petrus zijn lezers nadrukkelijk op alle brieven van Paulus, waarin hij schrijft over dezelfde zaken als waarover Petrus hen nu heeft geschreven. Niet dat de dingen die Paulus schrijft gemakkelijk te begrijpen zijn. Petrus schrijft Sommige dingen die hij zegt zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Wat voor bepaalde domme en wispelturige mensen een aanleiding is er een verkeerde draai aan te geven. Met de woorden bepaalde domme en wispelturige mensen zal Petrus in dit verband stellig de dwaalleraars bedoelen. Voor bepaalde opvattingen, als het in twijfel trekken van de wederkomst van Christus. En hun zeer vrije levenswandel. beroepen deze dwaalleraars zich op Paulus. Daarvoor trekken zij allerlei uitspraken van de apostel Paulus uit hun verband. en verbinden er verkeerde conclusies aan. Door dat te doen geven zij blijk van onkunde en onevenwichtigheid. Er komt nog bij dat zij zich niet alleen beperken tot de brieven van Paulus. maar ook de andere boeken van de Bijbel verdraaien. Dan zullen we zowel aan de boeken van de profeten uit het Oude Testament als aan andere apostolische brieven uit het Nieuwe Testament moeten denken. Dit misbruik van de Bijbel zal hun evenwel duur komen te staan. Zij bewerken daarmee hun eigen ondergang. 2 Petrus 3, vers 17 U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. Aan het eind van zijn brief voelt Petrus zich geroepen zijn lezers nog één keer te waarschuwen voor de dwaleraars. Door alles wat hij in dit opzicht al naar voren heeft gebracht, zijn zij van tevoren op de hoogte van het grote gevaar dat hen van die kant bedreigt. Vandaar dat hij hen nu met klem op het hart bindt, toch vooral op hun hoede te zijn voor deze verleiders. Laatst genoemde storen zich aan God nog gebod, zij gedragen zich als wetteloze mensen. Zijn lezers moeten dat gevaar dan ook zeker niet onderschatten. Zij lopen de kwade kans dat zij alsnog door de dwaling van de valse leraars worden meegesleept. De zaakkracht daarvan is groot. Ook degenen die sterk staan, kunnen erdoor worden meegezogen en van de rechte weg worden afgevoerd. Het gevolg is dat zij dan van hun eigen standvastigheid afvallen. En dat houdt hun ondergang in. Petrus zegt ook tegen ons: U moet zich niet laten meeslepen door verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten. 2 Petrus 3, vers 18. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Heere en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Voor hem is alle eer, voor nu en eeuwig. Amen. Petrus besluit zijn tweede brief met een lofprijzing. Aan Christus komt de heerlijkheid toe. Daarvoor roept hij op om geestelijk te groeien. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de tweede brief van Petrus. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Obadja uit het Oude Testament. eindigt deze aflevering van De Bijbel door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post Transworld Radio. Postbus 371. Postcode 3770 Anton Johannes in Barneveld. En E-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website. transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft. Graag tot de volgende keer.